Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb Sam, Jordi, Liam naar school gebracht. Dus dat is allemaal geregeld. Ik heb nog wel het een en ander te doen, want ik heb om 10 uur heb ik een zorggesprek. En er komt iemand van de WMO voor zorg in de klas. Die komt kijken of Jordi wel echt Down-syndroom heeft of zo, weet ik het. Ze komen kijken waarom Jordi zorg nodig heeft, et cetera. Jordi hoeft er niet bij te zijn, is me verteld. Dus Jordi is gewoon naar school. Ik weet niet wat ik zo goed wat ik van dit gesprek moet verwachten. Maar ja, dat. Dus ik ga nu even de vaatwasser uitruimen. Even, ik heb gisteren gestofzuigd, maar... het is niet met team. Dat ga ik daar nog maar een keer doen. En even kijken hoe dat loopt. Want ik weet even niet wat ik hiervan moet verwachten. En daar hou ik niet zo van. Dus even de vaatwasser doen. En eventjes, dat. Zo, het gesprek is geweest. Het gaat om zorg in de klas. Dat wist ik ook al. Jordi krijgt zorg in de klas. En er is een bepaald ontwikkelingsperspectief nodig, et cetera. Om een indicatie te krijgen in hoeverre Jordi hoe en wat. Ze heeft me ook een aantal adviezen gegeven in de toekomst met Jordi. Bepaalde indicaties. En ik heb ook met haar afgesproken dat ik, zodra het een beetje rustiger hier is met onderzoeken van Liam en Sam, dat ik het ga doen. Maar wel op mijn manier. En ze heeft gewoon een aantal dingen gezien. En ik heb haar een aantal dingen uitgelegd, hoe dingen werken, et cetera. Ook met Jordi's stoel, hoe wij met de zorgverzekering dingen hebben geregeld. Ook hoe dat we met de WMO tegen dingen aan zijn gelopen, et cetera. Dus het viel allemaal wel mee, maar toch ben ik leeg na dit gesprek. Hallo. Kijk dan, Sam. Sam, kijk dan. Waar is Leo? Kijk dan, Sam. Nee, Sam, bij papa kijken. Kom bij papa kijken. Sam, kijk dan. Waar is hij, Liam? Goed, Liam. Is hij daar? Zeg maar doei. Daar. Natuurlijk. Ja, waar ben je dan? Waar ben jij? Liam, waar ben jij? Yay! Echt waar? We zijn klaar voor vandaag. We zitten lekker op de bank. Kindjes liggen in bed. Dat allemaal dus. Gisteren was het Leidsterdag, de dag van de Leidsters. En ik heb voor de Leidsters van Sam en Liam heb ik een merci cadeau gedaan. Maar ik vind mezelf ook een Leidster. Dus ik heb mezelf ook een merci cadeau gedaan. Ja, lekker. Die ga ik nu lekker snoepen. Dus dat ga ik doen en daarna lekker vol naar bed. Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar de stad. Niels wil een nieuwe bril en we hebben broek en schoenen voor Niels nodig. Ik vraag me eigenlijk wel eens af van wie dat mijn kinderen dat toch hebben. Wat? Alleen in een boxershort zitten. Van wie zouden ze dat toch hebben? Nou dat. We zijn weer terug van de winkel. Ik zal dus op dadelijk eventjes jullie meenemen wat ik allemaal gekocht heb. Maar eerst, we hebben kibbeling gehaald. Jordi krijgt kibbeling. Ik heb kibbeling. De gebroeders hebben kibbeling. Dus we gaan even lekker kibbeling eten. En daarna... Niels heeft een broodje haring. Dus dat. We gaan even lekker smikkelen. Zo.
Kipling zit in mijn, huig. Ik zal eens even alles erbij pakken. Ondertussen, Jordi heeft gegeten, die heeft alles ondergesmeerd. Dus Niels is daar eerst aan het schoonmaken. Speeltje van Jordi, die hebben we niet gekocht, maar die hadden we al. Ja, en voor waarvoor dat is, dat kunnen jullie wel raden, toch? Ik hoef verder geen uitleg over te geven. Het is niet voor Halloween in ieder geval. Deze, daar doe ik altijd fruit in. Ik heb er zelf al twee. Maar ik doe hier altijd fruit in voor Liam en af en toe voor Niels. Dit is van de Vibra trouwens. En dat is weer van de Flying Tiger. Ik ga niet zeggen van waar, wat en hoe. Maar in ieder geval dat. Het is gewoon wat ik gekocht heb. Ik had nog handdoeken nodig voor in mijn keuken. Want die ik had, die zijn een beetje aan het slijten. Dus ja. Dan zag ik deze ook nog. Het is ook wel handig voor fruit of lekkere dingetjes. Voor als Liam naar school gaat. Ondertussen ruim ik gelijk even alles een beetje leeg. Oh Niels, je hebt hier ook nog je kies. Ja, die wil ik straks inderdaad klaar maken. Ja, dat mag. Maar dan weet je dat. Dat kan niet lekker. Oh nee, snap ik. Dan heb ik deze. De 366 dagen positief scheurkalender van 2024. Die heb ik er twee. Eentje voor mezelf en eentje voor wie ik vind dat hem verdient. Dan heb ik nog zo eentje gekocht. Dan ben ik ook even lekker bij de Rituals geweest. Mijn crème die is bijna op en deze is wel echt heel erg fijn. Het kost wel wat geld, maar ik doe er echt lang mee. Je hebt echt weinig nodig om je lekker in te smeren. Dan is er ook nog iets nieuws. Dit is Dry Oil for Your Body. En dit blijkt ook heel snel in te werken. Ik heb een eczeemhuid. En dan zou je zeggen, ja, dit werkt niet. Maar dit is, Rituals is echt wel een dingetje wat mij bijvoorbeeld in mijn zwangerschappen met de kinderen door mijn eczeem uitbraken heeft heen geholpen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dan heb ik ook deze. Deze heb ik altijd al. Dit is doucheolie. Ik doe bijna alles met olie. En dan deze. Dit is een deo. Dat is ook zo lekker. De Rituals of Sakura, dat is echt mijn geurtje. Ik word heel erg blij van dit geurtje. Ik ben echt zo blij hiervan. Maar dan kreeg ik ook nog eens deze. Home Spa Routine. Dus weer probeersets. En dit is dan weer de Rituals of Hammam. En dan heb ik hier de interieurspray. Want je krijgt dan altijd een cadeautje met ze als je zoveel koopt. Voor een bepaald bedrijf of bedrag. En dit is, even kijken, doucheschuim. Dus dat is ook lekker. Maar weet ik niet hoe de Rituals of Hammam ruiken. Daar ben ik niet mee bekend. Maar dat gaan we wel testen. Dan zijn we ook nog bij Van Delft geweest. Dat is een pepernotenfabriek. En daar zit een reden achter. Zoals de meeste van jullie wel weten, hebben wij natuurlijk Jinte. De dochter van een vriendin van ons. En die mag geen gluten eten. Maar weet je hoe lastig het is om lekkere pepernoten glutenvrij te vinden? Dat is echt lastig. Dus wij hebben voor haar glutenvrije pepernoten gestoord. Dit is met chocola. En nog eentje met chocola, want we weten dat ze die ook lekker vindt. En dan zijn dit de gewone pepernoten. En dan kregen we er nog een extra zak pepernoten bij. Dus dat hebben we gedaan. Dan hebben we ook nog fruit. We hebben aardbeien en framboosjes. Dus die hebben we ook nog. Dan heb ik nog wat. We zijn natuurlijk ook bij de Vibra geweest.
En dan had ik shirtjes met lange mouwen voor de kinderen uitgezocht. Gewoon drie dezelfde. Dan heb ik een leuke joggingbroek. En die is toch wel heel netjes, vind ik. Ook drie dezelfde. En dan heb ik ook lekker drie truien. Zijn ook dezelfde. Voor de kinderen dan, hè. Alles voor die kindjes. Ja, dat weet ik. En dan had ik voor Jordi had ik deze nog gevonden. Daar staat op Force of Nature. Nou, dat is Jordi ook echt wel, een Force of Nature. En dan had ik voor mezelf nog een shirtje gescoord. En we zijn geslaagd voor Niels. Hij heeft een pantalon. De reden dat we een pantalon nodig hebben, dat is omdat volgende week we een trouwfeest hebben. En ja, daar moet je gewoon netjes voor de dag komen. En ik heb mijn kleren in principe al, maar Niels nog niet, dus pantalon. En dan hebben we ook nog leuke sneakers erbij. Onder de pantalon. Dan doet hij een blouseje erop. Dus ja, we zijn weer compleet. Ik had de bedden afgehaald vanochtend. Die heb ik uitgewassen. En weer lekker terug op alle bedden gegooid. Een poets hoef ik voor boven niet, want dat heb ik van de week allemaal al gedaan. Dus ja, nu zit ons beddengoed in de droger. Dus die kan ik daarna erop doen. Tada, ook weer schoon. Hebben ze in ieder geval weer droog beddengoed. Of schoon beddengoed. Oh echt, ik kom niet meer uit mijn woorden. Ik ben gewoon moe. Maar goed, ik ga eventjes verder. Met dingen doen die gebeuren moeten. Want hè, dat is nou eenmaal zo. Niels is bij de kinderen de hele tijd. En Liam is chagrijnig. Maar ja. Dat kan. Zo, ik heb dit bed ook helemaal schoon. Net even opgemaakt. Ik heb de was wat we straks, de kleding die we straks hebben gekocht, heb ik ook al schoon enzovoorts. Ik heb hierna nog één machine mijn was en dan ben ik bij mijn was. Dus dat is helemaal super. Ja, dat. Ik heb ook mijn rituals gebeuren hier neergezet. Gewoon mijn huidverzorgingsschissel. Dus dat. Ja. Dadelijk nog beneden even poetsen. En dan. Ja. Morgen weer een dag. Ik moet wel zeggen, ik ben wel blij dat ik bij ben. Want boven is het gewoon opgeruimd. En schoon. En alles. Nou, beneden nog. Maar. Ik heb het wel allemaal weer voor elkaar. Allemaal schone bedden. Alles gewoon clean. Klaar. Dus ja. Ah, ik ben er moe van. Oh, en trouwens. We hebben ook een nieuwe bril uitgezocht voor Niels. Daar zie je hier een foto van. En als hij klaar is, dan zien jullie vanzelf wanneer hij hem ophaalt. Zo, ik heb gedoucht. Mijn was staat nog aan. Kindjes liggen in bed. Beneden is gepoetst. Ik ben denk ik wel klaar om daar lekker even op de bank te zitten. Het is 9 uur. 9:05. Ik heb net nog een was opgevouwen. We wachten maar even op de volgende was, zodat we die ook weer kunnen opvouwen. En ja, dan is het morgen alweer zondag. Morgen komen mijn ouders op bezoek. Mijn moeder is 1 oktober jarig. En omdat wij nu een beetje zo met Liam zitten. En, ja, ze hebben gewoon gezegd van om de rust binnen jullie gezin te bewaren. Komen we gewoon bij jullie even feest vieren. Dus Niels heeft vandaag chocoladebollen gehaald. En als gebak voor morgen. En morgen gaan we lekker Chinees eten.
En we gaan wel kijken hoe het is. Gewoon lekker met mijn ouders de zondag doorbrengen. En goeiemorgens. De eitjes staan alweer aan. En de broodjes worden gebakken. Ik heb de borden klaarstaan. En nu ga ik heel eventjes vast een groot deel van de dingetjes maken die ik op het bord ga leggen. Dit is van Liam. Liam houdt niet zo van worstjes, dus die heeft er minder. Maar wel hiervan en hiervan. Minder van dit, dus die heeft meer druifjes. Chocoladebroodje, croissantje. Eitje vindt super lekker. Dit is heksenkaas. Sam houdt weer meer van worstjes. Minder van komkommetjes. En die vindt het allemaal lekker. Minder kaas. Minder ei. Beetje heksenkaas. En ook broodjes. En dit is het bord van Jordi. Jordi die houdt niet van komkommer. En die houdt niet van te veel ei. Niet van te veel van alles. En dan is dit het bord van mij. En dit het bord van Niels. En dan gaan we hier samen van smikkelen. Sammy mag altijd bij Jordi meekijken. Altijd. Die mag altijd bij Jordi meekijken. Dat vindt Jordi niet erg. En ja. Jordi zijn onderbroek zit verkeerd om. Niet mijn schuld. Ik denk dat papa dat heeft gedaan. Sam en Jordi liggen te slapen. Deze grote vent die wil niet slapen. Papa ligt lekker in de hangmat. En we hebben hem even aangekleed. Mijn ouders zijn onderweg hierheen. En ja. Dat is hoe het er nu bij staat. Ik dacht niet dat Lorenz gestart was. Want die is al een keer gestart geweest. De wedstrijd? Ja. Niels. Sam. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaat rijden, yay. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond. Als de bus gaat rijden, de ruiters van de bus gaan heen en weer, heen en weer, heen en weer. De ruiters van de bus gaan heen en weer, als de bus gaat rijden. Inmiddels zijn mijn ouders weer weg. We hebben lekker gegeten. Mm-hmm. En het was gezellig, toch? Ja. Ja, kindjes liggen in bed. En ik ga zo nog brood smeren en alles erop en aan voor morgen klaarleggen. En dan houdt het voor vandaag weer op. Het weekend weer voorbij. Ja. Dus wat gaan we doen? Deze vlog eindigen. Yes. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.